bal komt niet verder dan het middenveld. Met die tackle herovert hij de bal. Hij gaat ervoor. Goed gezien, zeg, hij zag het gebeuren en deed wat hij moest doen om die bal te onderscheppen. Nee, daar gaat het balbezit en meteen weer druk zetten. Fernandinho, daar had hij echt een op. Sterling, score! De grensrechter steekt zijn vlag omhoog. Buitenspel, geen doelpunt dus. De wedstrijd lijkt als een nachtkaars uit te gaan. De stand is gelijk en ik ben bang dat dit ook zo blijft. Schweinsteiger. Christian Bentekeliolo. De scheidsrechter geeft een inworp aan. Gregory van der Wiel. Opnieuw een ingooi. En ze winnen de bal terug op het middenveld. Batshuayi. Matuidi. Dat zou een verrekte spier kunnen zijn. In ieder vrije trap op een belangrijk moment. Overtreding. Geel. Vrije trap op een linker positie. Als ik de speler was die die bal moest nemen, dan zou ik direct op doel schieten. Proberen via de vleugel een opening te vinden. De poging was aardig, maar de strafschop, geen twijfel mogelijk. Hij gleed naar de bal, maar raakte de speler. Een overtreding dus. Oké. Sofiane Feghouli. Nog de vleugel voorgezet. De scheidsrechter gaat doen. Die bal kon hij niet vangen en besluit hem dus weg te boksen. Dit is een kansrijke inworp. Kedira. Nu doen. En die bal. Eerlijk zeg. José Rodríguez. Die steekpaas stuit op de verdediging. Sofiane Feghouli, bal kwijt, tegenpartij is nu aan zet. Precies, want hij keek en hij dacht, ik probeer het gewoon en het is gewoon...